Stichting Kijk Heemskerk organiseert exposities met professionele kunstenaars om inwoners van de regio kennis te laten maken met verschillende kunstvormen en om een impuls te geven aan de beleving van kunst en cultuur. Een van de exposerende kunstenaars is fotograaf Willem Visser. In de hal van het gemeentehuis laat hij een aantal van zijn mooiste natuurfoto's zien. Willem, hoe is jouw passie voor fotografie geboren? Dat is een goede vraag. Ik kreeg op mijn 10e een camera van mijn opa. En dat was een heel oud Russisch model. Je moest alles met de hand instellen. Zo ben ik ooit mijn eerste foto's gaan maken. En de inspiratie komt bij mijn vader vandaan. Die maakte in de jaren 60 is hij begonnen met filmen en fotograferen. En hij maakte zulke mooie dingen. Dat staat nog wel op mijn netvlies wat hij toen maakte. En dat ben ik eigenlijk met die camera van mijn opa's ook zelf gaan proberen. En wanneer ben je nou begonnen om daar ook iets professionelers van te maken? Dus niet alleen een hobby? Ik kreeg een jaar of 5 geleden, toen kreeg ik steeds meer de vraag van hey, jouw natuurprints, kan ik die kopen? Toen dacht ik, er kwam eigenlijk steeds meer belangstelling voor wat ik aan het fotograferen was. En toen heb ik een webshop gebouwd, website gemaakt en toen is het eigenlijk gaan lopen. Oké, en wat was dan de eerste foto die je hebt gepubliceerd? Dat waren herten uit de waterleidingduinen. En is dit jouw eerste expositie nu in het gemeentehuis? Nee, dat is niet de eerste. Ik had vorig jaar in Castricum in de Oude Keuken. En in een kledingwinkel in Heemskerk kon ik ook een half jaar geleden ook foto's kwijt. Dus dit is eigenlijk de derde. En wat is nou de meest bijzondere foto die jij ooit hebt gemaakt? Dat is van het voorjaar geweest. Er was een vossennestje, dus er waren welpjes. En heel veel in de waterleidingduinen geweest in de hoop dat ik dat tegen zou komen. En na de 5e of 6e keer dat ik daar was, toen lukte dat. En toen heb ik een foto kunnen maken van een moeder met het welpje. En dat welpje kijkt net die moeder aan. En dat is echt zo'n lucky shot dat ik ging daar ook weg van yes, ik heb echt een perfect plaatje geschoten. En zit deze foto ook in de expositie? Ja, zeker. Die neemt een prominente plaats in. Ja. En ik zag je net kiezen. Mm-hmm. En hoe heb je nou uit al die foto's de juiste keuze gemaakt? Dat was een monsterklus, want ik heb een paar duizend foto's. Die heb ik teruggebracht naar een paar honderd. En toen ben ik dat gaan bekijken. En ik heb ook mijn vrouw en kinderen laten meekijken. Van wat vinden jullie nou mooi? En dat is best lastig, want ja, iedereen vindt een andere foto mooi. Maar uiteindelijk ben ik tot iets meer dan 30 foto's gekomen. Maar dat was best lastig, want kill your darlings. Je moet soms je mooiste foto's, denk je, ja, die passen toch niet helemaal in deze expositie. Die doe je dan niet. Best lastig. Die expositie heeft ook een thema. Ja, dat is door de lens van Willem Visser en dan de natuur van dichtbij. Want alle foto's zijn of in Heemskerk en omgeving gemaakt en een aantal in de waterleidingduinen. Dus, En wanneer is nou een foto geslaagd in jouw ogen? Wanneer ik hem mooi vind. Oké. Ja, en ja, dat geldt eigenlijk voor elke foto die er gemaakt wordt. Niet alleen die ik maak, maar ik geef ook workshops. En dan krijg ik die vraag ook, wat vind jij nou de beste foto? En mijn antwoord altijd is, als jij hem mooi vindt, is het de mooiste foto. Want ja, iedereen kijkt daar anders naar. Dat zal bij die expositie niet anders zijn. Er zullen bezoekers zijn die zeggen, ja, daar vind ik helemaal niks aan. Terwijl een ander ervoor kan staan en denkt, wauw, die wil ik hebben. Nou, wat ik leuk vind aan deze, is dat ik het idee heb dat die uil er helemaal niet op zit te wachten dat die foto gemaakt is. Hij denkt, sodemiet erop met die camera. En hij is eigenlijk niet zichtbaar, want het is een soort van schutkleur heeft hij ten opzichte van de boom. Maar ik vraag me vooral af wat het beest denkt. Ja, ik vind dit een mooie, een hele mooie. En wat leg jij nou zelf het liefst vast op camera? Ja, mensen en dier. Natuur doe ik het meest, maar ook steeds meer mensen. Ben je nou een perfectionist te noemen op fotogebied? Nee, dat denk ik niet. Nee, er zijn wel fotografen die gaan bijvoorbeeld een hele dag voor één vogeltje liggen en dan moet het echt allemaal kloppen. Dat heb ik niet. Ik kom heel graag in de natuur en ik kijk altijd wel wat er op me afkomt. En het leuke is dat er altijd wel wat gebeurt. En het hoeft ook nooit perfect te zijn. Wat zijn jouw toekomstdoelen wat betreft de fotografie? Ik heb sinds een paar maanden een fotostudio in Heemskerk. Dus ik vind het leuk om steeds meer mensen en groepen mensen ook op foto te zetten. Om er steeds meer mee te doen. Dus ik heb ook nog een ander bedrijf. Ik doe fotografie nu 1,5 dag per week. En dat zou best wel wat meer mogen worden. En ik denk dat dat wel ook gebeurt. En wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd op fotogebied?
Dus kijken, kijken, kijken. Dat, en je moet geduld hebben, je moet de stilte opzoeken. Probeer niet te snel overal doorheen te gaan, maar neem je tijd, ook in de natuur. Ga stilstaan, kijk eens wat er om je heen gebeurt. En dan gaat er eigenlijk een wereld open. En ik hoop dat met deze expositie dat mensen zien eigenlijk dat de natuur zo onvoorstelbaar mooi is. En dat we dat ook moeten koesteren. Maar dat het ook zo dichtbij is. Maar ik ken genoeg mensen die eigenlijk heel vaak aan mij vragen van dit is toch niet bij ons in de buurt. En dat is het wel. Dus ik hoop dat als ze in het gemeentehuis zijn en ze zien die foto's, dat ze denken ik moet ook vaker de natuur in. Want ja, dat is prachtig. Ik zei wat ben je in die jaren toch veranderd, maar nooit je schoonheid kwijtgeraakt. Onze herinneringen maken jou nog mooier dan voor mij. We zijn trots dat we hier deze fantastische Heemskerker in het midden hebben. Het is niet alleen fotograferen wat hij voor ons doet. Hij maakt voor RTV Heemskerk zo af en toe eens wat beelden. Hij jureert, daar waar het gaat, de fotowedstrijd die we met in Heemskerk organiseren, daar mag je jury in zijn. Kortom, Willem is ook in het maatschappelijk werk heel erg aanwezig hier in Heemskerk. Dus, heel trots en ik wens je ongelooflijk veel plezier. En dames en heren, u ook, geniet ervan. Want dit is topwerk van Willem Visser. Dankjewel. Ik heb inderdaad een jaarkalender 2023 gemaakt en ik wil de expositie even officieel openen om die kalender even aan mijn moeder te overhandigen. Want ook mijn moeder is een grootste inspiratiebron. Ze is een groot ambassadeur, altijd heel enthousiast. En ik doe er niks mee, hè? Moeder, je hebt meer dan verdiend. Want wat ik al zei, zonder jou was dit ook allemaal niet mogelijk geweest. Dus ik vind het een eer om de eerste kalender aan jou te overhandigen en daarmee eerst de expositie geopend. Heel veel kijk. In die donkere buurt is maar nergens zo rond als hier. Op Heemskerk stond ik voor mij zo verbonden met jou. Het is alsof ik je al jaren ken. Ik heb als favoriete foto deze foto gekozen van het strand met de strandpaal. Dit is strandpaal 52-250. En ik heb bij mij in mijn kantoor een foto van strandpaal 48-250. Die foto heb ik aangeboden gekregen van Willem. En zo zijn Willem en ik toevallig met elkaar in contact gekomen. Bij strandpaal 48-250 is mijn vader verdronken in de zee in Heemskerk. En hij heeft per toeval die paal toe gefotografeerd met een prachtig ondergaande zon. En ja, die foto die maakt op mij zo'n indruk dat hij mij toen die foto heeft aangeboden. Dus ja, dit soort foto's spreken mij heel erg aan. Ik wil het liefdesvirus overal verspreid. Overal de liefde. Iedereen weer blij, dat is wat ik wil. Ik vind deze foto van ons vader het mooist, omdat het... De vos heeft een mooie blik in zijn ogen qua de weerspiegeling van de natuur. En we vinden het mooi dat de vos de andere kant op kijkt vanuit de hoek van mijn vader heeft gefotografeerd. Ik vind het mooi omdat voor mij een vos sterkheid en snelheid ervan uitspreekt. Als een figuurlijk dier, zo van dat maar een beetje. En dat je de vacht heel mooi kan zien. Heel goed, zo van kwaliteit noem ik het maar even. Je kan alle vachtjes zien van de vos. Ja, en we zijn natuurlijk super trots dat onze vader deze foto heeft gemaakt. Zeker. Zo overal verspreid, overal de liefde. Iedereen weer blij, dat is wat ik wil. En het verhaal erbij is denk ik ook heel erg mooi. Wat ik van Willem heb gehoord is dat toen hij dit vosje fotografeerde, de vos aan het kijken was naar een stel ganzen. En ja, je weet hoe dat afloopt. En net op dat ogenblik pakt hij die blik van die vos op de plaat. En dat is zo mooi. Want in zijn oog zie je ook dat het zo verschrikkelijk scherp is. En dat is misschien wel een van de mooie dingen van Willem als fotograaf. Hij legt zijn leven erin, hij legt zijn hele natuur erin. En dat komt er ook weer uit. En dat is Willem Visser. En dat vind ik zo verschrikkelijk mooi. Dat ik ook een engelengeduld voor heb om deze prachtige plaat te kunnen maken.
Maar de vraag dus, wat is mijn meest favoriete? Dan wijs ik naar deze, de uil. Ik wil het liefdesvirus overal verspreid. Overal de liefde, iedereen weer blij, dat is wat ik wil. Wat ik zo bijzonder vind aan de foto's van Willem is dat het een unieke kijk geeft eigenlijk op alle dieren. En we kennen allemaal wel foto's zoals ze gemaakt worden, die zie je op Facebook, daar staat helemaal vol mee. Maar toch weet Willem een eigen kijk van het dierenrijk over te brengen. Ik vind dat je dat heel mooi kan zien in de foto hierachter, waarbij voor een silhouet gekozen is met een zonsondergang en dan de hertjes daarin vangen. Ja, dat vraagt om een bepaald commitment om zo'n foto op zo'n moment te kunnen maken. Dus voor mij uit deze hele serie is dit een van mijn favorieten. Ik wil het liefdesvirus overal verspreid, overal de liefde.